of er waren Twitter-volgers in Littense Radio of die daar gewoond worden. Ook heel veel Twitter-volgers die nog nooit gehoord hebben van Littense Radio. Met het laatste muzieknieuws. Pinksteren, tijd voor Pinkpop, Coldplay, Foo Fighters, The Kings of Leon. Heel wat grote buitenlandse artiesten staan dit jaar op Pinkpop. Maar ook Nederlandse artiesten goed vertegenwoordigd. Onder hen bijvoorbeeld Desmond Kid, Tjeerd Bomhoff. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Voor de eerste keer speel je op Pinkpop. Dat moet een droom zijn die uitkomt, of niet?